as ek nie bril dra nie, sukkel ek nogal om te sien. En dat is toch vooral moeilijk as ek my bril ergens neergesit het en dan weer moet soek. Dis asof ek het net makkeliker miskyk. Gelukkig is ek nog nie in die fase waar ek die bril op my kop dra en dan het begin soek soos ek sommige mense al achtergekom het dat hulle het so doen nie. Maar het is toch asof mense in tye waarin jy pijn, teleurstelling, hartseer, lyding, as mens daar goed beleef is, het asof jy moeiliker die sin en betekenis van alles kan raak sien. Toen ons op school was, het ons geleer as het ware, jy moet de studieloopbaan volg, jy moet de vaste werker en alles sal uitgesorteer wees en jy, we will live happily ever after. Maar ons is nooit geleer, rechtig, en sover ek kan onthou, hoe hanteer mens dit as dinge sleg is nie? Hoe hanteer mens dit as het moeilike opdraande gaan nie? Dit is asof ons nooit die bril gekry waarmee ons die leven rechtig in oënskou en focus moet kry nie. Het troos my dat Paulus sê in 1 Korintiërs 13 vers 12, nou kyk ons nog in een doffe spieël en sien een raaiselachtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werkelijk is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Die punt is wat ek besef uit hierdie gedeeltheid is, ons hoef nog nie te weet hoe alles in mekaar sit nie, maar ons weet, God weet. En dis die belangrike, as ons weet, God weet, dan weet ons alles sal eendag in focus kom, net soos wanneer ek my bril vind en dit dan weer kan opsit en focus kan kry. So ek moet vir God vertrou, dis my werk. Dis my werk om te bly glo, ten spuite van teleurstelling, ten spuite van hartseer, ten spuite van swaar, ten spuite van wat ook al. Maar die troos is, sy gees sal ons daarmee help, want sy gees help ons vasthou. God is nog altyd vir ons. Leef geïnspireerd.